Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het weerbeeld meteen duidelijk. Er is veel bewolking boven Nederland. Nou, uit die bewolking kan een spatje regen of motregen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden die ervallen. vallen. Vanochtend is het de graad of 6. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op tot rond 10-11 graden. En het weerbeeld wordt dan wat vriendelijker. De spatjes regen en motregen verdwijnen. En uh, de zon die breekt heel af en toe door. Maar het is echt sporadisch. De bewolking houdt wel de overhand. De wind komt uit het noordelijke richting vanmiddag en die is zwak tot matig windkracht 2 tot 4. Vanavond winnen de opklaringen verder terrein en dan blijft het ook grotendeels droog. Komende nacht wordt het daardoor koud met temperaturen rond of onder het vriespunt. Morgen hebben we uh, vaker zon dan vandaag. Stralend zonnig wordt het nog niet, en vooral in het noorden kan de bewolking hardnekkig zijn. Op de Wadden eilanden 9, misschien zelfs 8 graden en de rest van het land rond 12 graden. Vanaf woensdag wordt het wel enigszins lentachtig. Temperaturen beginnen op te lopen en met weinig wind schijnt de zon ook nog eens geregeld. De vrijdag wordt de warmste dag, zoals u ziet, dan kan het plaatselijk 17 tot misschien zelfs 19 graden worden, maar liefst. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl